En wij vonden het passend om bij een dergelijke grote renovatie, een dergelijke grote vernieuwing, ook een nieuwe naam aan het gebouw mee te geven. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat die naam is, die we bedacht hebben. Nou, u heeft al een duurtal namen voorbij zien komen. Nou, één van die namen is geworden. Maar ik hou nog even geheim wat het is. Mevrouw Dion Schipper, die vooraan, 94 jaar. 96 jaar. De oudste bewoner van Avondrust. Zoals ook samen met Teunis Stoop, bestuurder van Cedra, de naam gaan onthullen buiten. Nou, mevrouw Dion woont er al vanaf 1994, begrijp ik. Dus, 1994. Dat klopt. U bent al helemaal verkeerd met het gebouw. En mevrouw Jong, die gaat zo aan een van die touwtjes trekken zijn om dat bord te onthullen. Er zit wel wat spannend in. Zij gaf aan dat ze 23 jaar inderdaad hier woont. En ze zei tegen me, ik heb nooit één seconde spijt gehad van dat ik hier ben gaan wonen. Nou, dat vind ik toch wel mooi om te horen en ook tegen u te zeggen. Want dat zegt iets over de wijze waarop dat hier ervaren wordt, zeg maar. En dan vind ik het ook mooi dat u vandaag dit kan doen. Er zit één spannend iets in, want ze zegt, ja, ik heb natuurlijk die namen gezien. En ik heb ook zelf een volgorde naam. Dus het kan zijn dat als het touwtje vertrokken is en de naam staat voor Radio Jan, dat ze meer omhoog brengen. Dus zoiets zijn ze tegen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar. We zullen zien. Oké. Okay. Ja, dat is goed. We gaan het zien. Natuurlijk, je hebt alles gezegd. Maar ik zou willen zeggen dat ik hoop dat Gods gunst hier van mij zijn. De zegen voor ons allemaal. En dan weer dat. Wat had u gekozen? Orde staan. Voor de Staten. Wat is het geworden? Echt? Ja. Ja. Ja, mooi. Mag hard trekken. Hard? Harder? Trek het voor mij. Ja. Het is de goede maat. Wat had u gekozen? Welke naam? Voor de Staten. Wat is het geworden? Ja. Ja. Dat is wat we handen hebben. Prima, dankjewel. Leuk. En waar is en ja, en de naam staat er goed op. Ja, dat is het. Die hadden we gelijk gekozen. Ja. Dat is niet meer aan te denken. Nee, want dat is wat het past. Ja, oké. Maar dit is wel het wat u het meest aanspakt vanwege de buurtenoord. Je blijft een beetje je eigen. Ja, precies.